Sien zit ook weer te kijken. Dat hij hier niet is. Ja. Met zijn penis. Nee, maar die was ziek vannacht. Had te veel gedronken. Dus die moet even uitkateren. Ja. Ja. Ja, okay. Zo lam als een kanarie. Ja. Hij ging, elke hij ging donderdag, een avondje stappen. Ja, dus, BNN, hè, tegenwoordig. Ja, dan moet je rock and roll, hè? Ja, je hebt geen keus. Begint elke avond om 8:45 het neuken. S ochtends, het bipsvingeren. Heeft hij naast de koffie in de kolf met zijn lijntje koken. Gadverdammetje, man! Bipsvingeren! Oh, man! Oh, god! Damn it! Oh, heel vies. Hier is zo'n pindakaas. Met stukjes rood. Met zo'n muis. Kut. Oké, okay, we kunnen dus nu niks meer. Oh, dat zo met de backstage. Wat is dit toch? Het is beter dan sandwich spread. Oh. Sandwich spread. Oh. Ik had wel lekker vis. Ik had wel lekker anders. Nou, was een handje erbij. Nee, dit kan echt niet. We hebben 12 echt extreem mooie studenten. We hebben hier ook, kom op, nou, dat kan toch niet. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd? Voor Extra Weekend. Extra Weekend, IFM. En met dit weinig routine begin openen wij een nieuwe aflevering van Extra Weekend. Het Dom! En ik ga het niet over de puist op jouw neus hebben. Tot! Sorry. FIFA! Ik vind het zo vervelend. Maar ik knijp hem even uit, man. Nee! Oh. Het komt met FIFA! Mijn neus ziet eruit als een rood gloeiende kerstbal. Basie en Adriaan! Basie en Adriaan! En jij dan? Met je haar. Oh ja, ik heb geen haar meer. Waar is je haar gebleven? FIFA! Ja, in een putje. Gadverdomme. Ja, ik zag hoofdhaar? Mijn hoofdhaar, er is een kilo af. Nou, mijn neus. Let op! Moest je afvallen of zo? Of, Ja, maar jij bent aangekomen, zie ik aan je neus. Oh, sorry. Net zoals die kappen van jou, kappen nou! Sorry. Ik scheer me weg. Ik moest laatst een fotoshoot doen. Ja? Voor Radio 6. Met Jeroen Nieuwhuizen. En nee. Wat gebeurt er nou? Ik zie dus het resultaat van die foto's. En op een van die foto's lijk ik dus als 2 druppels water op Neil Diamond. Wie? Neil Diamond. Wie is dat? Even googlen. Oh, je ziet de foto, ja? Nou, maar daar ging ik op lijken. Ik denk, ik moet ingrijpen, het wordt nu gênant. Dus ik heb het eraf gehaald. Niet alles, maar wel iets. Ja. Hij zit nu nog weer op tv. Oh, je hebt de foto. Ja, dat kon toch niet? Ik had zelfs hetzelfde jasje had ik aan. Ja, inderdaad, en hetzelfde borsthaar. Ja, dat ook. Je lijkt echt op hem, zeg. Dames en heren, meisjes, ondanks dat. Ik probeer er even overheen ja, te gaan. Ja, dat is al best. Niet over Neil Diamond, maar... Godverdamme! Nou, kom op, begin op. Ja. Nou, kom op nou! Sorry, concentratie.
de 12 mooiste studenten van Nederland komen vanavond van studenten.nl. En wacht, jullie? Dat moet je even aan. Oh. De 12 mooiste studenten van Nederland komen hier vanavond. Ja. Oh. En nu komt het. Jullie mogen bekendmaken wie de grote winnaar is. Nee! Wie de mooiste student van Nederland wordt. Maar zijn we dan ook de jury of is het al bekend? En zijn we nog om te kopen? Nee. Nee, het schijnt min of meer schijnt dat nog een beetje aangewerkt te worden wie nou de mooiste student van Nederland is. Maar jullie mogen het uiteindelijk bekend gaan maken. Ik ben zo bang dat we inderdaad om te kopen zijn, maar dan articuleren we zo moeilijk. Met zo'n vrouw op je gezicht. Is niks. Huh? Meer niet? Zit er nou echt aan een half minuut stilte achter dit liedje aan? Dit is het, hè? Jezus. Dit was hem. Op de teller staat dat hij nog een half minuut doorgaat. 22. Zou er nog iets achterkomen wat wij niet weten? Een hidden track. Gewoon een hidden track. Een boertje. Een boer. Dit is sneu. Dat raar, hè? Is er gewoon echt een half minuut stil? Een half minuut stil. Wat slordig. Of dit is gewoon een half minuut eigen zendtijd. Oh, nee, er komt wat. Ratio Classics. Daar is hij weer. Bim. Kipper. Nou, het heeft hem mogen kosten, want deze brief kostte 1,32. Hij voelt ook zwaar. 1,32, dan zit daar één, joh. Ik haal het er nu uit. Boxershort van Johnny Benal. Er zitten 3 kazoes in. Oh! Eentje voor Michiel, Geer. Nog één, voor de reserve dingen. Ja, en eentje voor mezelf. Wat goed, zeg. En een kazoek is. Voor als je kazoek is. Dus ook voor jou 3 keer de kazoe. Ik hoor... 3 keer tegelijk voor jou? Oh, hij moet met 3 kazoes tegelijk spelen. Oh, wacht even. Dat past wel in je mond, heb ik begrepen laatst. Van Jody. Veel plezier mee en oefening Bart Kunst met vriendelijke groet van Jeroen Karsten uit Westerbork. Dankjewel, Jeroen. Even die andere ook. Even tegelijk, hè? Ja, even 3 tegelijk. Stop ze alle 3 in je mond. Hebben. Dat hebben we waarschijnlijk gezegd. Kijk eens. Hop. Oh. Wacht even, openmaken. Nu gaan we het krijgen, dames en heren. Het moment der moments. Chipper Chipsma gaat 3 gazoes in zijn mond stoppen. Welke kant moet in mijn mond? Dat heb je ook wel eens schijnlijk gezegd. Die grote kant, hè? Met het randje, met het randje. Ik haal even het... Vlak bij het gaatje. Het barcode stickertje eraf. Stamme. Zo klinkt het. Ja, stop maar! Stop maar! Nou, als speciaal verzoek, nog één keer. Welkom terug in de tijd, mensen. Vertel jij nog eventjes over onze avonturen rondom de buizenradio met tulpenbollen? Nou, beste Andrea, ja. Weet het nog goed. Het was 1938. Er was eigenlijk nog niks aan de hand. Wij gingen de buizenradio aantrappen. En opa moest blijven fietsen, anders dan zien de radio uit. Anders zouden we opa aantrappen. Precies. Maar goed, met een kachelpook lukte het ook wel bij opa, om hem te laten fietsen. Nou, toen luisterden wij naar de revue van Snip en Snap. Maar opa, Snip en Snap, doet er helemaal geen rak van. Maar wij moesten er erg om lachen, weet je nog, Venema? Nou, we maakten wel eens de gekscherende opmerking dat opa waarschijnlijk de bonte dinsdagavondtrein had gemist. Nou, dat lijkt mij ook, hè? Ja, hij spoorde immers niet. En ik zei dan altijd... De bonte dinsdagavondtrein... Vertrekt vandaag vanaf perron 35. Hier volgt ook een mededeling voor reizigers met de trekschuit naar Amersfoort. Deze heeft een vertraging van 3 paardenslagen. Dat je het weet. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Ik heb echt geen idee wie dat is. De nummer 1. Tadaa. De meest sexy studenten van Nederland 2010 is geworden... Marie Maarten Moor! Ja! Dus Mandy de Poel is nummer 3. Gefeliciteerd, meid. Dankjewel. Van harte dat hij zoen, hè? En jij bent nummer 1... Gefeliciteerd. Dankjewel. De dame wat gaat er doorheen? Wat gaat er doorheen? Mag ik nu een nummer aanvragen? Wil je mijn nummer aanvragen? Nee, mag ik een nummer aanvragen? Nee, grapje. Nee, ik ben heel blij natuurlijk. Hoe ga je het vieren? Weet ik nog niet. Maar je krijgt in ieder geval een jaar lang lingerie en 1000 euro om lingerie te kopen. Ja.
Ik denk dat het wordt een strijker- en stringkwartet daar bij het huis. Feestraad, dames en heren, gaat nu een VHS videorecorder uit het raam gooien. Hij staat er, hè? En de beveiliger ook. Oh, nou. Momentje, zeg even. Ja, dit mag eens in zoveel tijd. Stoppen! 1, 2! Dat was het raamkozijn. 1, 2! Candy! Pas op je koptelefoon! En die is van het NOB. Mooi, hè? Panasonic. De best there is. Staat erop. 20 keer op de consume. Nou, mensen, hij ligt er wel een beetje zielig bij, hè? Ja, hè? Extra weekend. Jezus. Geheime woord. Ja, als je twee glaasjes water hebt en de een zit net iets meer in dan de ander. Ja? Nee? Nee. Oh. Oké. Okay. Ja, dus... Dat is jammer. Meer niet? Als je... Nou, zeg het maar. Als je een cirkel hebt... en de ene helft is net iets groter dan de andere... Ja? Dan is er een... verschil. Ja. Nee. Ja, nee, het is echt een heel moeilijk... een lastig woord, zeg maar. Ik denk niet dat je dagelijks gebruikt. Nee. Ik namelijk ook niet. Oké. Okay. John Bakker ook niet. Zeg je? Ik ben John Bakker. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Nou, zeg het maar. Ja? Ja?